Het is mijn verjaardag. Ik moet een wens doen. Snoep is slecht voor kinderen. Hallo, ik ben hier voor de verjaardag van mijn dochter. Ja, papa is er. Hij heeft mijn hele taart opgegeten. Maak je geen zorgen, ik bezorg je een nieuwe. Maak het cadeau open. Hallo daar. Bedankt, pap. Laten we dit moment vastleggen. Ik haat katten. Ik hou van het ritselen. Geen katten bij mij thuis. Dat is een cadeau van mijn vader. Hey, katten maken een zooitje. Krabben alle meubels en laten overal vacht achter. Ik beloof dat ik me zal gedragen. Geen katten. Papa, help! Oké, lieverd. Mag de kat een tijdje blijven? Oké, maar niet te lang. Je bent de beste vader ooit. Dus, wat moeten we nu doen? Ik wil een ditje doen, hier. Papa koopt liever een huis voor jou. Ik heb al het geld aan je stiefvader gegeven. We moeten samen een huis bouwen. Gebruik kussens. Een kussenhuis. Ik heb een heleboel. Ik ook. Laten we ze allemaal bij elkaar leggen. En bedek ze met een deken. Ziet er gezellig uit. Je hebt het kattenhuis verpest. Je hebt het kattenhuis verpest. Hey, praat niet zo tegen haar. Dat was heel mooi. We maken een nieuwe. Het wordt een perfect huis. Een nieuw huis? Woehoe! Daar, dat wordt jouw huis. Ik hou van het ontwerp. Eens kijken. Het stuk moet tegelijkertijd licht en stevig zijn. Goed. Voor het huis gebruiken we karton. Eerst knip het karton. Nu moeten we dit stuk buigen. Nu schilderen. Ik zal je helpen. En hier kun je relaxen. Geweldig! De deur en het raam zullen hier zijn. Ik kan helpen ze te maken. We moeten iets zachts toevoegen aan de binnenkant. Ik heb een idee. Dit huis zal warm zijn. En licht. Bedankt, dit huis is perfect. Waar is mijn deken? Ze hebben het verpest. Nou, kat, pas op. Laten we een afdruk achterlaten. Nog eentje hier. En hier. Er blijft veel vacht achter. Daar. Ik snap het. Ik heb het ook.
Kijk hoe ze speelt. Aha. Je hebt ons speelgoed weggegooid. Niemand wil je hier. Je kat verhaart. Dat heb ik niet gedaan. Ze hoort niet bij mij thuis. Hé, hey, makkelijk. Papa, help. Het is geen probleem. We ruimen het op en de kat kan blijven. Ik stel voor dat we van schoonmaken een spel maken. Zeker. Schoonmaker? Ik ben bang voor ze. Zijn jullie klaar om schoon te maken en plezier te hebben? 3, 2, 1, ga! Stop! Ah! Help! Zet het uit, nu! Ik kan het niet. Wil je de kat redden? We hebben jouw likes nodig om het ding uit te schakelen. Help me! Kom op, we zijn er bijna. Gaat het goed met de kat? Ja, maar ze is wel een beetje vies. Dat lossen we op. Katten houden niet van water. De positieve kant is, je kunt ze schoonvegen. Ik snap het. Ik zou zo de hele dag kunnen blijven. Ik mag niet vergeten haar oren schoon te maken. Voorzichtig, daar. Overtollige vacht wegwerken. Het voelt alsof ik een hoop gewicht ben kwijtgeraakt. Ik ga iets lekkers eten. Katten zijn de ergste. Mijn favoriete stuk is gescheurd. Geweldig, dat ga ik doen. Daar. En hier ook. En een beetje verven. Waar zijn de snacks gebleven? Ik heb zin in snacks. Hey, heb je de code gezien? Reageer hieronder. Daar. Dat zou ik graag willen doen. Natuurlijk. Ga. Beweeg je voeten. Je valt ons weer lastig. Wacht even, wat is er met jou? De kat deed het met haar klauwen. Ik heb hem geen pijn gedaan. Leugenaar, hij probeert de kat eruit te schoppen. Ik regel het wel. Hier zijn nieuwe kleren. Prima. We knippen de klauwen van de kat, zodat ze nergens anders aan krabt. Laten we je poten controleren. Het zijn gewoon normale poten. We willen gewoon je pootjes zien. Ze vormen met een vijl. De finishing touch, pootbalsem. Geweldig, ik hou ervan om mijn nagels te laten doen. Wanneer we weg zijn, mag je gerust de krabbal gebruiken. Bedankt. Ik denk dat ik honger heb. Ik kan je eten geven. Laten we gaan. Ik heb honger. Komt goed. Je hebt de toegangscode niet opgeschreven. Schrijf het nu uit. We geven je hier een paar van. En een paar hiervan. Ruikt lekker. Ik hoop dat er nog wat over voor mij is. Vergeet de vitamines niet. En water.
Kijk aan. Ja, eindelijk eten. Eet smakelijk. Wacht even, er is geen haast. Voorzichtig, je moet er goed op kauwen. Probeer dit eens en dit. Lekker. Reken maar dat het zo is. Kan het niet afmaken. Je kan het later afmaken. Niemand komt aan je eten. Oké. Laten we spelen. Ik heb deze en deze. Speelgoed, ik hou ervan. Ik heb honger. Wauw, ziet er lekker uit. Het smaakt walgelijk. Ik moet erachteraan. Ik heb een volle doos met speelgoed. Ik hou van spelen. Wat heb je? Een paar veren. Niet geïnteresseerd. Een paar bugs. Of wel? Het is oké. Wat vind je van een stuiterbal? Ik heb een eeuwigheid op deze crocs gewacht. Wat is dat? Kom hier, pluizig monster. Laat mijn kat met rust. Ze heeft je niks gedaan. En dit dan? Ik kon geen badkamer vinden. Er zijn buiten genoeg toiletten. Pap, hij wil haar er weer uitschoppen. We gaan een kattenbak maken. Het zal niet nog een keer gebeuren. Ik beloof het. Je hebt geluk dat het een schoen was en niet in een hoekje van je kamer. Niet mijn kamer. Laten we een kattenbak maken. Zal dit werken? Ja. Een scheidingswand. En vulling toevoegen. Een grasveldje om haar pootjes te vegen zal mooi staan. Wat versieringen toevoegen. Klaar. Het zal beter zijn. Bedankt. Kunnen we nu blijven spelen? Natuurlijk. Papa, kijk. Er is een tafel. Laten we gaan. Wat is er mis met de tafel? Snap je het nu? Ik zal nog wat thee inschenken. Bedankt. Dat is lekker. Je bent hilarisch. Ik stil de kat en we zullen zien wie het laatst lacht. Ik zou het dichterbij moeten gooien. Hé, waarom ben je hier? Ga weg, je onderbreekt me. Hé, kom hier. Wat is dat geluid? Het is mijn stiefvader. Ik ben het niet. Ik denk dat hij hem in deze doos probeerde te vangen. Je kan mijn kat toch niet alleen laten? Laten we gaan. Hij kan zichzelf eruit krijgen. Help, laat me niet zo achter. Hij is niet de aardigste persoon, maar we kunnen hem niet zomaar achterlaten. Oké, ik ga hem helpen. Ik kan niet ademen. Ik breng hem naar het ziekenhuis. Blijf hier en ik ga een dokter zoeken. Hallo? Er is hier niemand. Goed. Ruikt naar een boterham. Ik heb nu een dokter nodig. Breng de kat hierheen. Ik voel me niet lekker. Hoe is dit gebeurd? Geen idee. Ik was niet thuis. Zal het goed met hem gaan? Ik denk het wel. Er is geen hartslag. Pomp de lucht. Red mijn kat!
De hartslag is weg. We hebben een defibrillator nodig. Oké. Oeps, het was niet mijn bedoeling om het te breken. We kunnen het hart niet laten werken zonder defibrillator. Hmm. Een hart. Natuurlijk. Hey iedereen, help ons alsjeblieft de kat te redden. We hebben jullie likes nodig. Like deze video alsjeblieft. Goed, meer likes. Jullie laten het echt gebeuren. Je staat op het punt om te redden. Bedankt. Gaat het? Hij is onderweg. Ik voel me weer mezelf. Nog niet. De bel moet verwijderd worden. Wacht even. Het is Snub. Ik dacht dat je in gevaar was. Ik wilde aandacht, sinds je niet meer met mij speelde. Zorg ervoor dat je tenminste een halve per dag met je kat doorbrengt. Oké, ik zal met je spelen. Bedankt, dokter. Wat is er met mij aan de hand? Nee, alsjeblieft, niet dit. Veel te fel. Ben ik nu een vampier of zo? Niks aan. Komt goed. Ik ben maar een vampier. Hey, jij wordt mijn lunch. Een vampier! Het is oké. Ik ben een dokter. Het is een Halloween outfit. Ik dacht dat ik opgegeten zou worden. Wat is het probleem? Ik kan niet afvallen. Laten we het op de bodem uitzoeken. Ik hoor geluiden. Ik heb niks gehoord. Ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. Kunt u mij helpen? Natuurlijk. Dit is het probleem. Sorry, het is voor je eigen bestwil. Dat is niet van mij. Zie ik eruit alsof ik dat geloof? Ik kan er niks aan doen. Ik blijf non-stop eten. Oké, ik kan het oplossen. Herhaal naar mij. Ik zal me aan een gezond dieet houden. Ik blijf gezond eten. Alles in orde. Ik waardeer het enorm. Doei. Ik doe gewoon mijn werk. Tot ziens. Hier is mijn fooi. Ik heb zin in bloed. Ik heb wat. Is dat bloed dat je drinkt? Nee. Ik wilde gewoon kijken of het nog oké is. Hoe werd een vampier eigenlijk een dokter? Oh, dit. Het is iets van Halloween. Wat is het probleem? Mijn hond hoest. Nee, het gaat goed. Het gaat wel weg. Geen zorgen. Ik kan hem genezen. Oké, ik kom later terug. Ik ben bang voor ziekenhuizen. Ik laat je weten als ik klaar ben. Bedankt. Laten we je genezen. Gaat dat pijn doen? Nee, je slaapt de hele tijd. Wacht even. Ik ben een dierenarts. Ik behandel dieren. Dat is het probleem. Zo vies. Hmm.
Laten we het slijm verwijderen. En behandel het. Aan de slag. Ik heb je genezen. Je hoest komt niet meer terug. Nu kan ik ademhalen. Heel erg bedankt. Is het je gelukt om mijn hond te helpen? Natuurlijk. Ik ben tenslotte een expert. Ik ben helemaal gezond. Je bent geweldig. Dit is voor jou. En dit vond ik buiten. Bedankt. Wow. Dat is een enorm ei. Wow. Er zit iets binnenin. Ik wou dat ik het kon eten. Laten we eens kijken. Ik kan er niet achter komen wat voor soort dier dit is. Help mij deze zaak op te lossen. Laat in de comments weten wat er in het ei zou kunnen zitten. Je liep eens schrikken. Het verbaast me dat vampiers bang zijn voor konijntjes. Wat is je probleem? Ik kan niet rennen vanwege mijn gewonde poot. Laat me je onderzoeken. Vertel me alsjeblieft dat ik niet geopereerd moet worden. Ik moet wel. Je poot is gebroken. Het goede nieuws is dat je over een paar minuten kunt beginnen. Dat is geweldig. Dit zorgt ervoor dat je niet kunt gluren. En dit zorgt ervoor dat je geen pijn hebt. Oké. Ik voeg een beetje magie toe. Het is een normale breuk. Ik genees het in een mum van tijd. Hoe lang nog? Nog een minuut. We kunnen alles weer normaal maken. Is alles klaar? Vrijwel. Buig nu je poot een paar keer. Een final touch. Perfect. Ik voelde niets. Bedankt. Ik heb al veel verdiend. Maar het is nog steeds niet genoeg. Hey, kun je elk dier behandelen? Ja, vogels, katten, knaagdieren, noem maar op. Dat is goed, want dit is mijn probleem. Hoe kan dat? Wat is er gebeurd? Ik heb per ongeluk vis voor gegeten en het eindigt te leden. Dat kun je niet eten. Honden mogen alleen hondenvoer hebben. Ik beloof dat ik je nooit meer zal laten gebeuren. Ik zal voorzichtiger zijn met eten. Het is oké. Ik kan het oplossen. Ga maar weg. Hier wil je niet zijn. Prima, ben zo terug. Deze zaak vraagt om ongebruikelijke methoden. Je bedoelt dat er geen weg meer terug is? Nee, het enige wat ik nodig heb is wat skills en magie. Heb je dat al eerder gedaan? Dat niet. Gelukkig is het vrij eenvoudig. We gebruiken deze helft. Bewijder het overtollige. En voeg toe wat er nog ontbreekt. Nog een laatste hand. Je bent een wonderdoener. Ha, het is de 10e voor vandaag. Is er een kans dat u mijn tand kan behandelen? Eens kijken. Geen zorgen, het is in orde. Je hebt het gedaan. Mijn hond is in orde. Als dit nog een keer gebeurt, geef ik je korting. Dat is aardig van je. Ik zal mijn best doen om mijn hond uit de buurt van de slecht voedsel te houden. Help! De poot van mijn hond is eraf gevallen. De poot viel eraf? Er is geen tijd te verliezen. We hebben een verdoving nodig. Handschoenen, gereedschap, verband, defibrillator. En koffie. Laat me de hond zien. Daar is ze. Is dat speelgoed? Ja. Mijn ouders mag ik geen echte hebben. Ik behandel alleen echte dieren. Dus Cooper zal geen poot hebben? Hoe dan ook. Ik zal je echte hond genezen. Stop met huilen. Echt?
Het wordt het snelste herstel voor een speelgoedhuisdier ooit. Helemaal klaar. Bedankt, je bent de meest geweldige dierarts. Wat is er aan de hand? Waarom heb je jeuk? Het is mijn konijn. Ik heb er niks mee te maken. Misschien wil je gaan. Dit kan besmettelijk zijn. Besmettelijk? Ik ben zo terug. Is er een kans dat het gewoon weggaat? Laten we het uitzoeken. Ugh, rivalen. Ik heb het monopolie op bloed. Drink je bloed? Grapje. Hoe dan ook. Dit is de reden dat je jeuk hebt. Dit zou moeten werken. Ik heb een halsband, insectenwerend middel en een borstel. Wauw, ze zijn overal. Er komt geen eind aan. Ik moet er voor eens en altijd vanaf zijn. In één keer? Dat is onmogelijk. Ik heb een idee. Dit zal zeker werken. Hé, jullie, parasieten. Hoe zit het met een volle zak bloed? Geweldig. Ik ga eerst. Nee, ik ga. Ik ga eerst. Ja, ik ben beschikbaar. Het smaakt raar. Ik vind dat ook niet leuk. Geen wonder. We zijn erbij. Hoe kon je? Oh! Is het allemaal beter? Ja, de dierarts is geweldig. Je zult er geen last meer van hebben. Ik kan je niet genoeg bedanken. Het is lunchtijd. Mijn kat is aan het bevallen. We hebben een dierarts nodig. Waar is iedereen? Hey, we hebben een dierarts nodig. Ik denk dat het begint. Wacht even, ik breng je naar een ander ziekenhuis. We hebben een dokter nodig. Mijn kat moet bevallen. Waar is de dokter? Hier ben ik. Maak je geen zorgen. Je bent in het beste ziekenhuis. Ik denk dat het begint. Laten we de kittens bekijken. Jeetje, dat zijn veel kittens. Tweelingen komen in onze familie voor. Blijf rustig en concentreer je op de ademhaling. Oké. Dit is niet voor jou bedoeld. Ga uit de weg. De bevalling verliep goed. Lieverd, er zijn er nog meer. Wat? Wauw. Nog één? Is dat alles? Mama en dit katje hebben wat nazorg nodig. Ik pak ze later wel. Help, mijn kat is ziek. Ik voel me niet zo goed. We kunnen hem meteen behandelen. Het is koud. Laten we de hartslag controleren. We speelden gewoon. En toen werd hij ziek. Ik ben zo moe. Ik ga even slapen en dan kunnen we spelen. Blijf wakker. No. Red hem. We moeten adrenaline hebben. Mijn katje! Ik ben geen opgever. Het doet niks. We hebben adrenaline nodig. Oh nee. Het is leeg. Druk op de like-knop zodat we de kat kunnen redden. We hebben echt likes nodig.
Help alsjeblieft mijn kat te redden. Schiet op, we hebben weinig tijd. Heel erg bedankt. Ik ben klaar om te spelen. Ik ben duizelig. Om beter te worden, moet je vitamines nemen. Oké. Het duurt 20 minuten. Ik voel me nog steeds slecht. Ik weet wat het probleem is. Is het geneesbaar? Ja. Wat is dat? Dat is niet van mij. Dit zijn teken. Ze zijn besmettelijk. Parasieten horen hier niet thuis. Daar, blijf borstelen. Ze zijn allemaal weg. Ik voel me als een compleet nieuw dier. Jee! Laten we de vacht behandelen zodat ze niet terugkomen. Klinkt goed. Doe dit eens een maand zodat je kat niet wordt gebeten. Dank je wel. Je bent een geweldige dokter. Ik zal mijn droom nooit kunnen waarmaken. Wauw! Maak een kopje koffie en zorg voor mijn hamster. Hij maakt rare geluiden. Oké, zakenvrouw. Waar heeft ze het over? Oh, je hoort daarbij de winning gaan. Sorry? Er is daarbij de winning gaan. Hey, waar is het naartoe? Laten we eens kijken waar je van gemaakt bent. Dat lijkt helemaal niet op eten. Als je maar een keer een korte waarde. We moeten er vanaf. Het spijt me zo. Het is lang geleden dat ik voor het laatst praatte. Je kan dat soort dingen niet eten. Slechte hamster. Ik ben niet slecht. Zij wel, ze geeft me geen eten. Oh, echt? Laten we ruilen. Eeuw, is het vuilnis? Ik zie je in de rechtszaak. Je moet in de gaten houden wat je huis hier eet. Ja, en voed hem op tijd. Bedoel je mij? Ik heb het gewoon druk. Ik ben het eten vergeten. Hier is een lijst met hamstervoer. Hoe meer, hoe beter. Wat? Oké. Doe dit nog een keer, dan bel ik de politie. Voor nu ben je ons $1000 schuldig. Het zal niet meer gebeuren, je hebt mijn woord. Help me daar vanaf te komen. Wat bedoel je? Die groene dingen. Oh, die veroorzaken minder problemen dan de rest. Ik probeer ze eraf te halen, maar ze beet me. Dat is slecht. Het is niet erg, ik ben van plastic. Waarom zou je zoveel spullen op de hond zetten? Ze heeft er last van. Ik heb het haar gezegd, maar ze wil niet luisteren. We halen het nu meteen weg. Jee, vrijheid! Een halsband en een lijn, niks anders. Ik snap het. Jij bent de dokter / stylist. Hallo, hoe kan ik je helpen? Sorry, is er een kans dat je langskomt? Ik zit in de problemen. Ik kom eraan. Ja, dit is de plaats. Het is Summer. Bedankt voor het komen. Nee! Je wil niet aan draden knagen. Ze zijn gevaarlijk. Maar wat doe je als ze enorm zijn?
kou op een boom. Dat zal helpen. Bedankt, Summer. Maar ik ben blut. In dat geval neem ik deze lamp. De lamp is meer waard dan het stuk hout dat ik haar gaf. Heb je honger? Ja, ik sterf van de honger. Hier, jij hebt het meer nodig dan ik. Bedankt. Waarom heb je me gekieteld? Omdat je me wakker zou maken. Ik heb om 12 uur een afspraak. Dat klopt. Wat lijkt het probleem te zijn? Het feit dat iedereen een vriendje heeft, behalve ik. Oh, je moet naar een therapeut. Er is een patiënt voor je. Summer, wil je niet even wandelen? Oh, oké, ik laat jullie alleen. Wat lijkt het probleem te zijn? Ik heb geen vriendje. Je zou binnenkort een aardige jongen kunnen ontmoeten. Ik denk het niet. Ik zei, je zou binnenkort een aardige jongen kunnen ontmoeten. Daar. Geef me een glimlach. Nog een keer. Wat gebeurt er? Waar komt dit vandaan? Ik denk dat je geliefde net om de hoek is. Alsof hij nu de kamer binnen zal lopen. Dit is mijn kantoor. En het is kantoor van de therapeut. Ik ga hallo zeggen. Hi. Jonge dame, wil je met me uit? Het is een ja. Je weet waar je me kunt vinden. Ben je een dokter? Ja, dat ben ik. Het oor van Cooper is afgescheurd. We mogen geen seconde verspillen. Jij helpt me. Maar ik weet niet hoe. Doe een masker op de neus. Oké. Niet jouw neus, die van de hond. Geen hartslag. Het zal niet helpen. Claire. Het werkt niet. We moeten het opnieuw proberen. Claire. Ik zeg dat het niet zal werken. Het apparaat moet kapot zijn. Het werkt. We moeten het kostuum afdoen. Is dit een nephond? Ik kreeg geen kans om het je te vertellen. Je hebt dit met opzet gedaan. Oeps. Ik ben allergisch voor honden. Cooper voelt zo echt voor me. Het is zo triest dat hij geen oor heeft. Wat dan ook, ik zal zijn oor repareren. Het gaat je een fortuin kosten. Deal. Geef het oor maar. Oh, juist. Het lag hier ergens. Zonder twijfel, de beste dierenarts ooit. Ik doe gewoon mijn werk. Laten we het gaan vieren. De dingen die je doet voor een droom. Eindelijk is het lunchtijd. Ik bel Kylie. Ze vergeet altijd de lunch. Kylie, heb je een broodje gegeten dat ik voor je maakte? Dat doe ik als ik klaar ben met de kat. Ik zal het halen. Oké, ik laat je met rust. Kitty Cat, waar ben je? Hij krabt me. Jij bent de reden dat hij vol zit met tape. Haal dit ding van me af. Goed punt. Stop met trillen, anders krijg je een prik. Geen prikken. Nog één. Ik dacht dat het voor altijd zo zou zijn. Het spijt me zo dat ik je in de steek heb gelaten. Geef hem een snack en maak het goed. Snacks!
Dat is degene die mijn kantoor heeft vernieuwd. Dit is mijn hond, sorry. Zit. Hallo? Wat lijkt het probleem te zijn? Ik kan het niet. Hij kan niet eten. Kijk maar. Waar zijn de snacks? Hier. Als je het mij vraagt, is het probleem heel anders. Kom op. Laten we je ogen controleren. Wat zie je hier? Een bal. Prima, wat is dit? Een stok. Dokter, wat betekent dat? De dingen zijn erger dan ik had verwacht. Wat is dit? Het is een kat. Kom hier. Is dit voor altijd? Ogen zijn te genezen. Nu kan ik weer zien. Heel erg bedankt. Help mijn kat. Oké, ik kom hier gewoon. Waar is je kat? Ik weet het niet. Hij is verdwenen. Ik denk dat ik eruit kan. Deze vis is vies. Hey! Ben je klaar voor een lekkere sandwich? Je moet me eerst vangen. Hebbes. Wat is al dat lawaai? Stop ermee. Arm ding. Zo schattig. Brave puppies. Ze schreeuwt om hulp. Oh nee. Weet je, ik vind het leuk om een dokter te zijn. Aan ons de eer. Oppervlakkige ademhaling. Help niet. Ze wil geen water. Opzij. Wat? Jongens, ik heb geen energie nodig. Druk op de like-knop en red het katje. Vrij. Opnieuw. Vrij. Wat is er met me aan de hand? Ik ben geen opgever. Hopelijk helpt het. Lekker. Bedankt. Hoera. Het is ons gelukt. Ik heb het allemaal op camera. Goed zo.